Slachtoffer 2 zit erin. Nou, het valt mee. Oh mijn god, kijk. Holy moly, ik heb zo'n gehaaste dag. Wat vind je van mijn haar? Ik vind matcha dus echt mega goor. Is het? En die zak is nu leeg. Dus dit is de secret door. Zo. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. En gisteren heb ik echt een heerlijke dag gehad. Jullie staan echt veel te laag. Helpt dit? Vrij weinig. Het was namelijk gisteren maandag en ik heb echt een heerlijke spa-dag gehad. Ik hou normaal niet zo van een spa, want ik kan niet zo goed tegen sauna's of stoombaden, want dan krijg ik het echt benauwd van. Maar wij, en met wij bedoel ik, Kenneth en ik, zijn naar Rijn Wellness toe gegaan. En daar heb je een hele privé spa. We zijn eerst gaan floaten. Dat is dus een bad met magnesium waar je in blijft drijven. En dat was echt heerlijk. In eerste opzicht is het wel heel erg raar, want het is zo onnatuurlijk om te blijven drijven. Maar je vliegt gewoon omhoog elke keer. Maar het is super goed voor spierherstel. Dus dat hebben we eerst gedaan. En daarna heb je dus een privé spa. Kan je helemaal kiezen wat je gaat doen. Maar het was echt super mooi. En hier even wat beelden van hoe het eruit zag. Echt een aanradertje als je een keer met slecht weer of... Nou ja, als je gewoon iets wilt doen, je weet niet wat, lekker ontspannend. Try it out. Ze hebben ook een Japanese head spa en dat wil ik echt binnenkort gaan doen. Dat ze dus helemaal met zo, ja, fantastisch bij je haar. Je ziet altijd er voorbij komen op TikTok, dus ik moet het zelf ook weer proberen. Nu is het vandaag dus dinsdag. En vandaag is een dag waarvan al heel lang in mijn agenda stond dat ik wat ga doen waar ik zo naar uitkijk. En ik kijk er naar uit, maar ik denk mijn katjes niet. Ik ga namelijk met mijn katten naar de trimsalon. Ik heb zelf rectals en dat zijn langharige katten en mijn hele huis zit onder de haren nu. En mijn katten kunnen zichzelf gewoon niet meer likken omdat hun haren te lang worden. Dus ik heb 2 maanden geleden, heeft mama een afspraak gemaakt om ze te laten knippen. Ze had een hele lange wachttijd op omdat deze trimsalon gewoon heel goed staat aangeschreven en altijd vol is. Maar vandaag is het zover en ik neem jullie mee. Ik heb dit heerlijke pak aan van Nature. Ik leef echt in deze pakken, ze zijn zo lekker. En op dit moment is er iemand buiten, het is namelijk 8:30 of zo. Er is iemand buiten bij mijn pui aan het kijken, want mijn huis is door vuurwerk uit elkaar gevallen. Nee, niet uit elkaar gevallen, maar er zitten allemaal scheuren in mijn muren, dus dat moet gefixt worden. Daardoor zijn er de afgelopen dagen echt alleen maar mensen van de verzekering en bouwbedrijven langsgekomen om er naar te kijken en om het te fixen. Dus vandaar dat ik al lekker omgekleed zeg maar thuis op de bank zit, maar eigenlijk niks kan doen omdat ik ieder moment aangesproken kan worden. Dus ik ben maar een beetje dingen aan het opruimen. De kattenbakken staan klaar. Oh, er zit al een kat in. Bruno zit erin. Jij hebt er helemaal zin in, Bruno. Je hebt geen idee wat je te wachten staat. De vorige keer werden je ballen eraf gehaald, dus... Dat je in een mandje zat, ja. Nou, dat kan niet. Want nee. Die heb ik al niet meer. Nee. Dus, we gaan naar de kapper. Hij gaat dicht, Bruin. Sorry. Maar het is nu de hoogste tijd. Zo, dan hebben we nog 1 ander slachtoffer. Ik ga eerst even mijn schoenen aan doen. Mama is mee, want ik vond het toch een beetje eng om met die beesten alleen te gaan. Dus ik heb support van mams. Oh, juist. Kijk. Ja, het zijn wel echt domme beesten. Slachtoffer 2 zit erin. Let's go, boys. Kijk hoe jullie terug... Oh, ik had eigenlijk echt een before moeten maken. Oh, dat kan ik daar wel doen. Ja. Oh ja, kan wel. Ja, nee, je zit nu wel echt vast. Bruna denk ik, wat maak je druk? Ja, gast, we gaan lekker chillen. Ik ga naar de spa. We gaan, ja. Ik ben blij als ik naar de kapper mag, hoor, boys. Nou, de katten staan op de achterbank. Bruin! Vind je het zielig? Vind je jezelf zielig? Ja, je vindt jezelf zo zielig. Roof, ik weet niet wat je aannoemt. Nou, de dierenarts is dus echt... eigenlijk, dieren... Trimsalon? Is dus eigenlijk echt op loopafstand. Kattenkapper. Maar we gaan er toch maar eventjes heen met de oud. Oh, ze gingen nu in koor. Oh, ja, maar Roof heeft een beetje... Ze gingen nu in band beginnen. Roof heeft een die valt achteruit. Ja. Kan maar niet te hard rijden voordat ze de auto doorvliegen. Waarschijnlijk zegt iedereen het, maar ze zijn heel makkelijk. Dus ik hoop... Ze zijn niet heel makkelijk. Jawel. Wel. Nou, het is ondertussen 2 uurtjes verder. De katten kunnen weer opgehaald worden. Ik heb in de tussentijd heel veel boodschappen gedaan. En een
bananencake gebakken hier. Die is alleen nog niet in de oven, want dat ga ik doen als ze terug zijn. En ik zei net tegen mama van, oh, moet ik hem even in de koelkast zetten? Want normaal zouden mijn katten hem aanvallen, maar dat hoeft natuurlijk nu helemaal niet. Want die moet ik ophalen. Als het lekker is, ga ik het recept met jullie delen. Maar dat ga ik nu nog niet doen, want het kan ook heel smerig zijn. Dus dat bewaar ik nog eventjes. Ja, tijd om te gaan. Ik ben zo benieuwd hoe ze eruit zien. Ik heb ook echt heel veel boodschappen net gedaan. Mijn woonkamer is echt een troep. Roosje! Hey, Brim! Hallo! Is dat al in haar? Ja, ja. Dus dat is best wel veel hoor. Zo. Voor 10 maanden. Dat komt van jou af. Ja. De meeste van hem hoor. Van deze. Ja, hij heeft echt veel haar. Hij, Je kan het gewoon wat jij nu doet. Ja. Als je maar niet dit doet, als je maar echt gewoon die puntjes gewoon... En dat vinden ze nog lekker ook. Ja, jij wilt ook aandacht. Je staat er weer bij mijn been. En ga je weer bijten zeker? Nou, het valt mee. Blauwe ogen. Ja, ja. Mooi, hè? Zo, nou. Ja, hele blauwe ogen. Hallo. OMD, mijn lege fles inleveren. Alle lege flessen inleveren, dat zijn er heel veel. Heel mijn handen plakken, maar 3 euro bijna. En bijna 8 euro. Nou jongens, dit is bijna 11 euro bij elkaar. Dat was het waard. Ze zijn weer heerlijk thuis bij mij. Ik had dus even bij de dieren kapper met mijn telefoon gefilmd, zodat ik wel een beetje wat kon filmen voor jullie. Ik heb even snel geluncht. Die katten zijn volgens mij echt... hartstikke moe, dus liggen ergens te slapen. Ik weet alleen even niet waar. Maar mijn bananencake is klaar. Hij ruikt ook heel erg lekker. En ik ga hem eruit halen. Ik heb hem een beetje af laten koelen. En dan zet ik hem hier. Oh, hij ziet er wel heel lekker uit. En hij ruikt ook zo goed. En dan even kijken of ik hem zo eruit kan halen. Kijk, en dat is dit. De cake. En dan ga ik hem eventjes in plakjes snijden. Ik weet alleen nog niet in hoeveel plakjes. Dus ik doe hem eerst even door de helft. Oeh. Heel lekker. Ik ga hem denk ik in 8 doen. Want dan worden het een soort blokjes. Dus ik heb hem nu eerst in 4 gedaan. En dan nu alleen nog... Nee, dit ga ik gewoon even zo doen. De vaatwasser is klaar, hoor ik. En dan doe ik het denk ik eventjes hierin. Oh mijn god. Kijk hoe lekker. En het laatste stukje erbij. En die ga ik zo meteen proeven. De rest laat ik eventjes afkoelen en dan gaat het daarna de koelkast in. Maar eigenlijk kan ik echt niet wachten, dus wil ik het wel proeven. Ik ga het gewoon alvast nemen. Mmm. Het is echt heel lekker. Oh, dat is niet normaal. De zeezout die ik er nog op heb gedaan, maakt het zo erg af. Fantastisch. Ik ga het nog een keer maken en dan het recept met jullie delen. Oh, dat is zo lekker. Ik denk dus dat het ook heel lekker is met een laagje almond butter eroverheen of pindakaas. Ik sta op dit moment in de lift bij de kapper, want ik ga mijn haar doen en ik weet nog niet wat. Ik heb haast, ik stond in de file, mijn ontbijt in mijn handen. Ready voor vandaag. Het is een echte woensdag.
moly. Ik heb zo'n gehaaste dag. Dat is niet normaal. Maar mijn haar is klaar. Ik ben er zo, zo blij mee. Echt. Het is gewoon perfect. Gewoon niet te geverfd. Maar helemaal zoals ik wilde. Nu ben ik door naar een nieuwe afspraak toe in Amsterdam. Ik kan alleen niet vertellen waarvoor. Want het is voor een project. Waar ik niet zoveel over kan vertellen. Maar wel heel erg leuk. En daarna heb ik nog een meeting. En dan ga ik sporten. Ik heb net eventjes in de auto mijn lunch gegeten. Ik had thuis een salade gemaakt. En ik had zoveel trek al bij de kapper. Dat ik echt blij was dat ik hem net eindelijk... Ja, heel slecht voorbeeld. Maar tijdens het rijden dat ik hem zo op mijn schoot kon ik snel mijn salade eten. Maar ik ben er met vijf minuten te laat. Maar that's fine. Want ik kon er weinig aan doen. Oh, ik moet eigenlijk hierheen. Sorry. Ik vergeet dus de laatste tijd steeds vaker mijn Easy Park aan te zetten. Dus ik ga hem nu gelijk aanzetten, zodat ik het niet vergeet. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik een meeting heb met Olche. De verdere invulling mogen jullie gaan bepalen. Mijn Easy Park staat aan. 2:10 en ik moest er om 2:15 zijn. Nou, dat is dus niet veel te laat. Oké, ik moest net niet vergeten mijn parkeren aan te doen. Nu weer niet. Net was het alleen €7,50 en nu €2,80. Maar ik ben aangekomen bij afspraak nummer 3 van vandaag. Heel erg leuk. Dit is de afspraak die ik elke week heb voor dus een ja, superleuk iets waar ik mee bezig ben. Waar ik wederom niks over kan vertellen. Maar alles ging net goed. Haast door. Ik kan niet wachten tot ik vanavond lekker ga sporten. Daar word ik zo lekker rustig van. En ik had net zin in een koffietje, maar ik heb altijd koffie met amandelmelk. Maar ze hadden hier dus geen amandelmelk waar ik was. Dus ik had een theetje. Ik ben met mijn schwester. We zijn mijn cafecito. Ik zat net tegen Noora te vertellen dat ik laatst in mijn Instagram story zei van oh my god, Bibi krijgt een hartje en ik een takje. En dat ik toen helemaal kapot werd gemaakt door alle barista's. Dat dit blijkbaar een Rosetta is en dat het erg moeilijk is om te maken. Ik was net dus al ergens anders. En toen had ik ook koffie. Maar dan hadden ze geen amandelmelk. Dus ik ben op een theetje gegaan. En dat was wel een diepe teleurstelling. Ik zei echt, oh my god, zullen we koffie doen? Maar ik wil echt alleen koffie met amandelmelk. Toen hadden ze alleen echte melk. En havermelk. Ik was in, ik weet niet waar ik was. Maar mijn theetje was lekker, maar ik had echt koffie nodig. So, we're waiting. Echt een week geen cafecito in mijn vlog is een week niet geleefd. Oh, ik heb denk ik in mijn vorige vlog geen cafecito. Maar ik ben wel degelijk 3 keer geweest. Wat vind je van mijn haar? Ik vind het heel mooi. Is het ook gekleurd? Ja, yes. Alleen de voorkantjes. Nee, een balayage. Het is een beetje honing van. Ja, ik wil er niet meer zo assen. Nee, het is wel mooi. Dank u. Is je onderkantje ook donker? Nee. Ja, dank je wel. Thank you. Is het donkerder? Nee, alleen highlights. Ja. Ik heb wel een mooier takje. Alleen ze heeft 3-4. Dus vanaf hier heeft ze zeg maar highlights gedaan. Oh mijn god, ik ben thuis. Oh, ik ben helemaal ingezoomd. Ik heb me snel eventjes omgekleed. Sorry voor het licht. Ik moet gelijk weer de deur uit. Ik ga namelijk gezellig uit eten. Ik heb deze top aan van H&M. Broek van Reiners Food Fashion. Mijn nieuwe New Balance. En mijn Louis Vuitton tas. Ik heb mijn make-up snel een touch-up gegeven. Eerst even onder de douche gesprongen. En nu ga ik snel weg. It's date night. En ik heb dit keer niet het restaurant uitgezocht. Normaal doe ik dat altijd. Maar dit keer niet. En nu weet ik dus gewoon echt totaal niet waar we heen gaan. Even snel een lip liner op. En dan kunnen we de deur uit. Oh, het licht gaat ook uit. Oh, ik moet zijn schoenen meenemen. Ik ben vanochtend even langs mama gegaan. En ik heb mijn matcha opgehaald. Voor degene die mijn vorige vlog hebben gezien. Daar heb ik zo'n setje in besteld. Om dus matcha mee te maken. Met dus zo'n whisker en weet ik het wat allemaal. Alleen ik had nog geen matcha. Maar ik had een berichtje gekregen dat zij mijn matcha op wilde sturen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga deze denk ik vanmiddag eventjes voor het eerst proberen. En ik vind matcha dus echt mega goor. Echt heel vies. Maar ja, ik wil het wel gaan proberen. Want het is gewoon veel beter voor je dan koffie. Ik heb hier helemaal een omschrijving erbij van wat het allemaal is. Waar het goed voor is. Dus ik kan het helemaal zelf gaan maken. Hier zelfs, wat is matcha? Ja, goede vraag eigenlijk. Maar er staat dus ook een bereidingsmethode op. Dus kan ik gaan gebruiken.
En ik ga je laten weten hoe ik het vind. Ik denk dat ik zeg maar van die suikervrije vanille doorheen ga doen, waardoor ik het wel lekker vind. En dat is misschien een beetje vals spelen, maar als ik dat steeds minder doe, ga ik het misschien uiteindelijk lekker vinden zonder dat. Oh, het zit nog in een zakje. Ik dacht al, die poeder gaat door heel het huis vliegen. Ik heb dus ook ooit gelezen, hoe groener de matcha, hoe beter het is of zo. Oeh, oeh. Oh, het ruikt niet verkeerd. Normaal heeft het al echt zo'n grassmaak. Oké, heel mijn handen zitten onder. Ik ga dit weer dicht doen. En ik ga jullie meenemen in mijn matcha verhaal. Dit is dus echt matcha uit Japan. Allemaal belangrijke dingen. Nou, nu zijn mijn handen groen. Top. Ik zie er niet uit, maar ik ben eventjes heel mijn huis aan het opruimen. Het is vrijdag. De mensen die me al elke dag op de voet volgen weten dat vrijdag de dag is dat mijn huis lekker wordt schoongemaakt. Maar ik zorg er altijd voor dat mijn huis is opgeruimd voordat het schoongemaakt kan worden. Want ja, ik ga mijn schoonmaakster niet ook nog eens eerst door al mijn troep heen moeten laten gaan voordat ze überhaupt de kans krijgt om iets schoon te maken. Het was eigenlijk al vrijwel opgeruimd, maar... Ik ben nog eventjes wat laatste dingetjes aan het opruimen die bijvoorbeeld in mijn keuken liggen. Of sokken die door het huis liggen, whatever. Kinderchocola. Zo, kinderchocola wat hier ligt. Dus dat. Ik ga zo even lekker ontbijten. Normaal eet ik wat later, maar ik heb echt zoveel trek. Dat ik al lekker zo mijn ontbijtje ga maken. Ik ga ook zo sporten, dus... Dan is het wel lekker als ik daarvoor even gegeten heb. Ik heb me eventjes omgekleed. Ik ga zo meteen al het vuil ook weggooien. Dus dat zet ik even bij de deur voordat ik dat weer vergeet. En ik heb een nieuwe collectie aan van KP Active van Miron. Dus ik ga het heel even laten zien, want ik vind het heel erg leuk. Kijk, deze legging in het roze met deze cropped sweater. En het zit echt perfect. Ik doe er wel nog even een... joggingbroek overheen. Deze is van Fox Activewear. En dan moet ik nog even mijn haar borstelen, want daar heb ik nog niks mee gedaan. Ik moet echt nog wel wennen aan dat hele blonde. Ik vind het echt heel mooi. Maar ik vergeet de hele tijd dat ik het zo blond heb. En dan kijk ik in de spiegel en denk ik, oh ja. Maar ik vind mezelf dus altijd veel gezonder eruit zien als ik blond haar heb. Want dan lijk ik gewoon bruiner. Dan... ziet mijn huid er beter uit. Ik weet niet. Blond is just my color. Oké, ik moet alleen nog even snel mijn tanden poetsen. Ik heb ook opeens heel mijn handen zijn roze. En ik weet dus niet waarvan. Tanden poetsen. Ik gebruik echt altijd deze. Colgate. Dan de rode. Je hebt er ook eentje. Die heeft echt een hele zieke nasmaak. Echt mega sterk is die. Dus deze is net wat ertussenin. Die vind ik wel chill. Bibi en ik zijn dus al heel lang... Oh, ik dacht dat hier een handdoekje hing. Heel lang beste vriendinnetjes. Komt omdat wij samen op turn hebben gezeten. Toen waren we bij de 6, of Bibi zelfs 7. En daar hebben we elkaar echt leren kennen. En sindsdien zijn we altijd vriendinnetjes gebleven. En onze moeders ook, want die zaten elk weekend verplicht samen op de tribune bij de wedstrijden. Nee, dat is er gewoon altijd ingebleven. En daar ben ik echt... heel erg dankbaar voor dat, ja, dat mijn beste vriendinnetje, onze ouders ook heel goed zijn samen. En wat heb ik nou gepland? We gaan vanavond uit eten in Rotterdam bij Duke of Tokyo. Nee, bij Izakaya de Duke. En daarna naar Duke of Tokyo. En dat is een karaoke bar. En daarna slapen we met z'n vieren in Hotel de Slaak. Dat was een beetje een surprise, want ik had verteld dat we gingen uit eten. En toen kwam ik gewoon met de mededeling van we slapen daarna ook in Rotterdam. Dus heel erg leuk. Ik kan er echt... niet op wachten, maar eerst ga ik eens even sporten nog samen met Bibi. Waarschijnlijk even de plannen voor vanavond doornemen. Wat doen we aan? Want ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik heb een klein beetje make-up op gedaan. Voor de rest ben ik helemaal ready voor de gym. Back in the gym. En ik ben eerst even lekker op de loopband. En ik ga zo meteen een workoutje doen samen met Bibi. Ik weet alleen nog niet wat voor. Ik heb namelijk echt totaal geen energie. Maar ja... ik wilde eigenlijk een leg day doen, maar die ga ik er echt niet uitkrijgen. Dus ik denk dat het of full body wordt, of upper body. Er staat ook iemand achter me die nu echt zich afvraagt tegen wie ik aan het praten ben. Ik loop nu lekker naar huis toe. Ik heb uiteindelijk een full body workout gedaan, samen met Bibi. Maar die was ook echt mega verkouden. En ik... wow, waarom had ik het gevoel dat iemand achter me...
En ik was ook gewoon, ik had echt heel weinig energie. Dus dat is de workout die we hebben gedaan. Ik loop nu eventjes naar de Albert Heijn toe, doe ik wat boodschappen en dan loop ik door naar huis. En dan moet ik mijn tas weer gaan pakken om te gaan. Normaal ben ik echt al lang al ingepakt en al, maar ja, aan de andere kant, ik heb letterlijk alleen een outfit nodig voor vanavond en een joggingpak of zo voor morgen. Want we gaan morgen vroeg alweer naar huis toe. Maar ja, that's it. Ik ga nog even stappen zetten. Oké, ik heb net voor het eerst matcha gemaakt. Nee trouwens, dat is gelogen. Ik heb gisteren ook matcha gemaakt met amandelmelk en toen met suikervrij siroop er doorheen. Maar dit keer heb ik het met kokosmelk gedaan, omdat iedereen zegt dat dat de smaak al verbetert. En ik ga het even proeven, maar ik ben echt heel bang dat ik het nu heel vies vond. En gisteren vond ik het lekker en ik denk dat nu heel mijn matcha ervaring verpest is. Ja, het ruikt wel echt wel meer naar gras. Oh, is best lekker. Is echt best lekker. Ja, het heeft wel meer matcha smaak nu, maar het is niet zo fucking goor als dat ik dacht. Nee, dit drink ik met gemak op. Ik heb trouwens deze melk gebruikt van Alpro de kokosnoot. Je hebt volgens mij ook nog een kokosnoot barista versie. Maar van mij hoeft er niet zo'n hele zieke schuimlaag op. Er staat zelfs een matcha op de verpakking. Als... Oh nee, grapje. Het is een spinazie smoothie. Ik dacht al als inspo. En anders gebruik ik amandelmelk. Maar dan doe ik er dus wel echt zo'n dropje van die suikervrij siroop in. Maar het was prima. Het was prima. Mijn tas is ingepakt en ik heb ook nog een koffertje mee. Ja jongens, voor één nacht. Maar weet je, ik ga het gewoon niet leren hoe je moet inpakken. Dus beter dan dit gaat het niet worden. Ik sta op dit moment bij mama der werk. Oh, dit gaat helemaal mis. Want die komt instappen. Dat is nummer 1 die ik op ga halen. En ja, ik sta heel erg in de weg. Sorry. Ze zei dat ze klaar was, maar dat is ze weer eens niet. Dus ik sta nu echt ziek in de weg. En ik weet niet wat ze aan het doen is. Maar het helpt niet mee. Ja, het duurde zo lang. Nou, weet je, zegt toch niet dat je er staat? Ik duurde 3 minuten. Ja. Toen moest ik nog plassen. Je had al 4 minuten klaar moeten staan. Ik was al klaar. En toen dacht je, dan ga ik nog plassen. Waarom zit die stoel zo... Weet ik veel. Oh, staat die camera aan? Ja, al heel de tijd. Oh. Die hebben nu gezien hoe chaotisch jij bent. De eerste 3 minuten dat je de auto instapt. Aangekomen bij het hotel. Hotel De Slaak in Rotterdam. Mijn auto staat geparkeerd en wij gaan even onze koffers meenemen. Mijn standaard setje. Koffer, tas en nog mijn handtas. De bende van de lende gaat inchecken. Wiepsie! Oh, dat van haar? Nee, maar... Oh. Dit is ook echt wat voor jou. Gewoon midden op de weg. Liet ik nou wat vallen? Oh my god, chic. Chic, hè? Oh, sauna. Oh. Nou, nemen jullie deel 5 bij. Oh, wat zijn zij irritant, hè? Wij wilden 305 en nu doen ze alsof zij de mooiste kamer hebben. Oh, ik moet plassen. Ga jij er eens een kaartje uit? Trek jij eens een kaart? Hart de arm. Ja. Oh, oh. Wacht. Oh, daar ging met niet. Mijn tas. Oh. Hey. Mijn tas. Oh, ik moet zo nodig plassen. Is het? Naar achter. Nou, laat het avondje maar beginnen. Ja. Dit is heel leuk. Ja, het is echt leuk. Dit is dus de kamer. Tada, tada, tada. Goede kamer. Heel mooi. Ik wil ook even de badkamer zien. Is dat dit? Ja. Hallo? Lichtklop? Oh, hier. Tada! Heel nice. Perfect. Daar mag je. Gaan ze nou kloppen? Dat is voor je koffer. Oh. En er ligt nog een kaartje. Mojitootje erbij. Alcoholvrij. En zou hier chocola in zitten? Nee, van die kus- en pepermuntjes. Oh. We hebben dus echt dorst. Dus ja, we gaan nog even snel naar de bar om daar een drankje te doen. We hebben nog echt 1 uur en 3 kwartier om ons klaar te maken. Ik ga ook even de airco aanzetten, want ik vind het dus niet heel... Nee, het is warm, hè? Heel cool. We gaan even belletje lellen wijzen. Wat? Zou er geen bellen? Nee, je moet kloppen. Maar ik zorg dat de lift alvast naar beneden gaat. Ja.
maar één dagje. Ik loop ook echt een... Oh, ik hoor ze. Misschien zijn ze wel beneden. Mijn make-up en haar is gedaan. Ik moet nog eventjes een outfitje. En die heb ik klaar liggen. Ik heb hem namelijk volgens mij laatst laten zien in mijn weekvlog ook. Dat ik een pakketje binnen had gekregen van Sophie Snor en van Sandro. En dat ga ik vandaag op elkaar aandoen. Heel erg leuk, denk ik. Dus ja, ik heb net mijn haar gekruld. Mijn make-up gedaan. En mama, als je dit ziet... Je had in mijn auto erop laten liggen. En dat hebben wij gepakt. En die zak is nu leeg. Dus ja. Ik eet dus echt nooit erop. Ik snoep überhaupt nooit. Maar als ik het doe, is het ook gelijk op. Letterlijk deze zak is op. We gingen net ook bij de bar een drankje doen. Maar we hadden gewoon cola. Maar Brenda had koffie. Ik kreeg een cookie. Dus wij wilden ook een cookie. Tegen we losse koekjes. Dus dat regelen we allemaal. Ik heb gewoon heel veel honger. Maar we gaan pas om 8 uur eten. 7:30. Ik heb het aan. De schoenen erbij aan. En onze moeders die komen dus letterlijk om de 2 minuten aan. Zal ik dit aan doen? En dan... Ja, is leuk. Komen ze aan. Zal ik dit aan doen? Nee, is niet zo leuk. Oké, nou dan ga ik weer het anders aan. Nou, ze zijn echt al 5 keer, vooral mijn moeder... Ze is echt al 5 keer gekomen om te vragen of ik het leuk vind of niet. Ik weet niet wat het nou uiteindelijk gaat worden. Maar dit wordt dan mijn outfit. De top is dus van Sophie Snor. De broek is van Sandro. Mijn laarsjes zijn volgens mij van Lovies. En mijn tas is van Guess. We gaan nu naar... Het restaurant. We gaan dus eten bij Izakaya de Dookie. Maar die zit dus volgens mij hier achter een geheime... Oh nee, niet. Je komt wel van... Nee, ik denk niet dat we hier naar binnen toe kunnen. Oh, daar denk ik. Mamsi. Hey. Waar moeten we nou heen? Kijk. Volgens mij is dit inderdaad de bar. En dan moet je niet daar naar beneden of zo voor het restaurant? Kijk hoe cool het eruit zit hier. Of ik dat kan lezen? Daar staat trap naar beneden. Oh, ja. Ja. Dus dit is de secret door. So, are you guys already have anything in your mind? Could I just get a cola zero? Yeah. Ik ga eerst lekker een warm doekje om je handen mee. Het hoofd, niet hoofd, maar nat te maken. En ik gooi mijn pinkie verschillen even op de bank. Ja. Drankkaarten. Can I have the kava? Yes. Doe eens gek hè, met je kavaatje. Ook zo lekker. Heerlijk. One glass. Only glass. Kijk. Okay. Hey, wat een... De eerste ronde is er. Eet smakelijk allemaal. Nou, foto's worden dan even gemaakt. Oh, met flits. Er zijn al heel wat gerechtjes doorheen en we gaan nu verder met ronde 2. Mijn buik is nu al vol, maar ik vertik het gewoon om te stoppen met eten. Want het is zo lekker allemaal. Ik ga weer wat proberen. We hebben een spiesje. Goeie bal. En heel dan op een stokje. De chicken meatball. Ja. Grote ballen. Aangekomen in de Duke of Tokyo voor de karaoke. We kunnen hier helemaal onze eigen nummer. Ja, daar gaan we. Ik kan niks aan doen. Het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen. Ik ben vastgeloos. En ook al ben ik bijna ver verwijderd, gaan we samen weg. You want to get the kind of love. Nou, dit was echt... Oh, iemand heeft weer aan mijn camera gezeten. Hij is helemaal ingezoomd. Maar dit was zo'n gezellige avond. We hebben echt de longen uit ons lijf gezongen. En die zijn weer terug bij het hotel. Ik denk dat ik morgen geen stem meer over heb. Ik denk dat jij wel de battle hebt gewonnen, Biep. Halleluja, wat komt er een geluid uit jou. Zo. Dat is niet normaal. The next day. Wij zijn eventjes onszelf klaar aan het maken. Nou, ik ben klaar. Biep is bijna klaar. De moeders zijn ook bijna klaar. We gaan lekker een koffertje halen bij Cafecito, zoals altijd. Maar ja, onze moeders zijn dus mee. Biep en ik gaan heel vaak gewoon een nachtje weg.
en zij niet. Dus we gaan ze de full experience geven. Het is namelijk op dit moment 7:15. We gaan even een stukje wandelen. Wij gaan altijd wandelen als we ergens aan het overnachten zijn. En ik zei gisteravond, Zurich, wij gaan morgen wandelen. Wie mee wilt, gaat mee. En wie wil blijven liggen, blijft liggen. En dat is normaal iets wat je moeder echt stuurt. Van, als je mee wil, ga je mee. Zo niet, dan niet. Dus nu had ik dat eventjes gestuurd. En ze stuurde, we gaan mee. Dus helemaal leuk. We gaan even met z'n vier een stukje wandelen. Koffietje halen. Daarna gezellig ontbijten. Ik heb gewoon lekker mijn sportlegging aan. Met een shirtje, trui. Helemaal prima. We zijn ondertussen al een half uur bijna aan het lopen. Naar Cafecito. Zoals ik al zei, het was eigenlijk maar een kwartiertje lopen erheen. Maar we zijn even ongelopen, want hij was überhaupt nog niet open. En we lopen nu het centrum in. Dus we zien oprecht heel veel van Rotterdam. Waarom is altijd mijn camera vies als ik film? Jij met je klauw hebt aangezeten, hè? Nee, echt niet. Ik ben ook heel benieuwd naar de beelden die jullie gisteren hebben gemaakt met mijn camera. Want wat je dus niet moet doen is inzoomen. En dat ik gisteren mijn camera terugkreeg. Ik heb één vingertje de lucht in. Dat doet Bibi ook. Als ik beelden terugkijk van Bibi, dan is het gewoon letterlijk... Huh? Oh, dat was heel raar wat ik deed. Dat zou ik niet eens bedenken. Kwart of ritueel? Lekker koffie. Lekker koffietje. Ja, ik ook. Ja, echt zeker wel. Heerlijk. Jongens, we hebben maar 3 stoelen. Gaan we rennen ergens anders? Ja. Gewoon aan een hele andere kant. Nee, grapje. We hebben lekker gelopen en we gaan nu lekker... Aan het ontbijt. Ik kan dus in de Aura app ook altijd aanzetten als ik aan het lopen ben. Dit was vanaf Cafecito, dus die gaat uit. End workout. Hier is dus het buffet. Echt met donuts, broodjes, croissantjes, van alles. Kijk, ik heb een yoghurtje met fruit en daarnaast lekker een broodje, eitjes, zalm. Van alles wat. Iets smakelijk. Smakelijk. Tijd om uit te checken. Hebben we alles? Inpakken en wegwezen. We gaan even de stad nog in. Voor een cadeautje. En ik heb op TikTok gezien dat je bij de Primark echt mega leuke controlerend koelvloeistofpeil. Nou jongens, wie gaat het doen? We gaan de stad in. Oh ja, ik had op TikTok dus gezien dat je hele mooie homeware dingen hebt bij de Primark. Dus daar gaan we even kieken, koeken loeren. Oh, dit is de Bijenkorf Amsterdam. Nou, we lopen nu in de garage. Want we gaan mee. De Primark. Is het de Primark of de Primark? Right. Ik weet het niet. Prime? Eindstand waren we echt weer in vrouwenchaos en heb ik helemaal niet in de Primark gefilmd. Maar ik was dus gisteravond, je kent het als je in bed ligt, dat je van alles aan het bedenken bent. En ik was aan het bedenken dat ik deze tv van mijn muur af wil. Dit is een tv die ik nog nooit heb gebruikt. Hij hangt ook in de keuken. Nou ja, mega leuke, nou, extra iets, maar totaal onnodig. En ik wil hem er gewoon af. Is het slim om dit alleen te gaan doen? Nee. Ga ik het wel doen? Ja. Hoe werkt dit? Ah, zo. Nou, dat ging best soepel. Dat is de tv. En dan moet alleen de beugel er nog af. Ik weet alleen niet of mij dat gaat lukken met een handschroevendraaier. Of dat ze zo strak vast... Oh, jawel. Ik wil hier dus eigenlijk wat ander leuks, een soort plankje en dan kan er nog een lampje op, want er zit er ook een stopcontact. Maar dit moet er gewoon af en dat ben ik nu aan het doen. Ik appte mijn moeder ook met mam, ik heb echt de neiging om gelijk die tv eraf te trekken. En toen ik het op verzenden klikte, toen liep ik eigenlijk hierheen en nu ben ik het eraf aan het halen. En ik denk dat ik zo een antwoord heb gekregen met niet doen, wacht nou even, maar sorry mam, hij is eraf. Zo. Opgeruimd staat netjes. TV staat even hier. En ik ga even wat inspiratie opzoeken met wat ik hier wil. Ik ga lekker mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Volgende week komt er natuurlijk weer een nieuwe vlog online op mijn kanaal. Dus ik hoop jullie daar weer te zien. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken om helemaal niks te missen. En duimpje omhoog achter te laten als je het leuk vond. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!